En Hippo Down gaat... Ja, die gaat mij toch raken met Earthquake. Ja, en dan is Donald... gewoon kapot. Dit is jammer. Yo, Nintendo fans. Het is dan eindelijk tijd om aan de Elite Four in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl te beginnen. En ik ben zo benieuwd of we dit gaan redden met mijn team. Dit zijn degenen die het moeten gaan doen. Simba, onze Luxray. Donald, onze Golduck. Blade, en dat is onze Absol. Abu, onze starter. Infernape. Jaws, en dat is Carnivine. En Gerrit, de slak. Oftewel Gastrodon. Als je zin in hebt, dan weet je wat je moet doen. Duimpje omhoog, abonneren en niet vergeten om het belletje aan te zetten. Want dan krijg je elke keer een melding als ik een video upload. Deze man gaat even verifiëren of wij de Pokémon League wel in mogen. Hij gaat checken of wij alle badges hebben. En ja, dat blijkt natuurlijk zo te zijn, want wij hebben ze alle 8 gefixt. Ja, anders konden we hier ook niet komen, want dan konden we Waterfall niet gebruiken. Hè? Logisch. En we mogen erdoor. Let's go, ik ben zo hyped. Ah. We gaan de lift in. We gaan omhoog. En dan gaan we naar de eerste trainer van de Elite Four. Yo, what up? Welke type heeft deze trainer? Ik zie hier allemaal vlindertjes uit deze pilaren komen of zo. Ik vond het eerst best technisch uitzien. Maar nu denk ik toch aan bug Pokémon. Ik ga me ook oprecht expres niet voorbereiden. Omdat ik dat veel spannender vind. Dan wordt het een echte uitdaging. Ik weet alleen dat ik bang ben voor Cynthia's Garchomp van level 66. En voor de rest gaan we het wel zien. Dit is Aaron en die zegt... Hey, welkom in de Pokémon League. Ik ben Aaron van de Elite Four. En het is goed om jou te ontmoeten. Ik zal het even uitleggen. Ik ben een grote fan, inderdaad, van bug Pokémon. Insecten. Insecten Pokémon zijn nasty en gemeen, maar toch ook mooi. Wil je weten waarom ik challenges aanneem in deze kamer? Dat is omdat ik perfect wil worden. Net als mijn bug Pokémon. Oké, laten we beginnen. Let's go! Aaron, daar gaan we. Eerste battle in de Elite Four. En ik heb natuurlijk Infernape als eerste in mijn teampie gezet. Want ja, ik dacht al dat het bug dat Pokémon zouden worden. We beginnen tegen Dustox. En daar gaat Abu. Ik denk dat Abu eigenlijk deze hele gym in zijn eentje zou moeten kunnen fixen. Gewoon continu met Flamethrower. Let's go, Flamethrower. Ik verwacht dat ik ze eigenlijk gewoon allemaal in één keer ga slopen. Al die bug-type Pokémon moeten gewoon kapot gaan, inderdaad, op Flamethrower. 2 afleveringen geleden heb ik de TM gehaald en Veilstone City voor Flamethrower. Precies voor dit, omdat Flamethrower gewoon een supergoeie aanval is. Onder andere tegen bug-type Pokémon en grass-type Pokémon. En nu moeten we tegen Heracross. Dat is zijn tweede, de tweede Pokémon van Aaron. Die is wel wat beter dan Dustox, maar alsnog, ik ben 8 levels hoger en ik heb Flamethrower. Dus ik maak mijn eigen... Eigenlijk hier echt niet zo heel druk om. En sowieso zijn bug Pokémon, ja, voor vuur type Pokémon gewoon best wel makkelijk te verslaan. Ik weet niet hele goede bug type Pokémon. Ja, natuurlijk Scyther. Scyther. Heeft hij een Scyther? Hij heeft vast geen Scyther. Voorlopig gaat nog niemand een leveltje omhoog. En moet ik tegen Beautifly. Oké, maar hier heb ik gewoon... Ja, hier heb ik echt de volste vertrouwen in. Dit moet gaan lukken. Nog een keer Flamethrower. Ik ga alleen maar Flamethrower gebruiken. Dat zou wat zijn. Als gewoon met 6 keer Flamethrower de eerste persoon van de Elite Four hebben verslagen. Ah, dat is wel pijnlijk voor de Elite Four, hoor, jongens. Nu, Vespiquen. Vespiquen is trouwens best wel een goede bug-type Pokémon. Dat is best wel oké. Ik heb nog niet tegen een Vespiquen gevochten, blijkbaar, tijdens dit avontuur. Want er staat nog geen super effective achter of zo. Maar ik ben benieuwd. Overleeft hij mijn Flamethrower? Kijk, dit bedoel ik. Ja, Vespiquen is wel oké. Vespiquen overleeft wat. Heeft een berry. En gaat die gelijk opeten. Waarschijnlijk komt er wat HP bij. Yes. En dan. Aerial Ace. Ja, en wij zijn een fighting type Pokémon. Dus dat is gewoon super effective op mij, hè? Als Vespiquen sneller was, dan hadden we nog een probleempje kunnen hebben ook. Maar gelukkig hebben we dat niet. Met nog een Flamethrower. Dus Vespiquen. Ik zeg altijd Vespiquen. Maar het is volgens mij Vespiquen. Want er staat helemaal geen Queen. Er staat Quen. Ik zeg het altijd verkeerd. Donald gaat bijna een level omhoog. En dan moeten we nu tegen Drapion. Ja, Drapion is wel nice. Drapion is ook een goede bug-type Pokémon. Ze zijn er dus toch wel. Drapion is namelijk ook een poison-type Pokémon. En die kan jouw team echt gewoon destroyen met zijn poison. Als hij sneller is, kan die echt heel vervelend zijn. Ik ben heel benieuwd. Hij had eigenlijk Toxic Spikes moeten gooien aan de... Oh, ja! Ah, ik hou 1 HP over. Maar wat ik wou zeggen, hij had Toxic Spikes moeten gooien aan het begin van de battle. Want dan was elke Pokémon die ik in het team zou doen gelijk gepoisoned. Oké, maar Drapion is wel serieus. Maar alsnog, ik ga hem slopen.
Met één enkele flamethrower. Dat is niet waar, want dit is mijn tweede flamethrower. Hij is down. En je ziet het, hè. Het is niet super effectief op Drapion. Maar, kijk, twee Pokémon gaan een level omhoog. Aboe naar 63. Donald naar 60. Dat is ook lekker als we gewoon levelen tijdens de Elite Four. Maar, we hebben de eerste gast wel down. Aaron is weg. Heerlijk dit. Hij zegt, ik heb hem wel verloren, maar ik denk dat je hebt kunnen zien hoe goed Bug-type Pokémon kunnen zijn. En ik hoop dat je je ook realiseert waar je het tegen op moet nemen in de Pokémon League. Battlen is een diepe en complexe bezigheid. Ja, GG Aaron. Ja, goed gedaan man, goed gedaan. Hij zegt, ik heb verloren met de mooiste en sterkste Bug Pokémon. We hebben verloren omdat het niet goed genoeg was. Ik moet weer gaan trainen. Anyway, ga maar lekker door naar de volgende kamer. Oké, de volgende trainers zijn sterker dan Aaron, zegt hij zelf. Tijd om Aboe even flink te healen. En door te lopen naar de volgende kamer. Alright, volgende verdieping. Oké, wat is dit voor kamer? Ik denk ground-type Pokémon. Volgens mij zit hier gewoon zand in deze pilaren. Dan kunnen we dus voor Donald gaan. We kunnen voor Jaws gaan. En we kunnen voor Gerrit gaan. Dit is Bertha. En Bertha zegt wel. Je bent best een schattige trainer. Maar je hebt ook wel een ruggengraat. Ah, ik ben Bertha. En ik heb inderdaad de voorkeur voor grondtype Pokémon. Nou, wil je deze oude vrouw laten zien wat je geleerd hebt? Ja, Bertha, ik heb er zin in, man. Ik voel hem wel. Ik vind het echt superleuk. We zijn bijna Pokémon kampioen. Maar ik moet niet te blij doen. Want we krijgen nog goede trainers tegen ons. Ook weer tegen 5 Pokémon van Bertha. En Bertha begint met Quagsire. Ik heb gekozen voor Gerrit als eerste in mijn team, omdat Gerrit zelf ook een ground type is. En ik dacht, dat kan handig zijn in verband met de moves die zij kunnen doen. Dus die kunnen dan misschien not very effective zijn. Ik heb alleen geen aanvallen die super effective zijn tegen Quagsire. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar, hoe dat gaat. Nou, dit gaat vrij aardig, vrij aardig. Quagsire gaat dus nu voor Earthquake. En ja, oké, dat doet damage, maar het valt mee. Oké, en wat gebeurt er nu met Quagsire? Die gaat healen, maar niet zo heel veel. Hij heeft leftovers namelijk. Oké, met een tweede Earth Power ga ik Quagsire kapot maken. Eerste Pokémon van Bertha is gezien. Ze heeft er nog 4 over. En de tweede is Sudowoodo. Oké, Sudowoodo, let's go. Ik hou nog even vast aan Gerrit. Want Earth Power en Muddy Water zijn super effective. Dus let's go. Ik weet dat Sudowoodo waarschijnlijk... Oh, nee, Sudowoodo heeft geen Sturdy. Ik dacht, die heeft vast Sturdy. En dan moet ik hem sowieso 2 keer raken. Oké. Nou, dat is een gelukje voor mij. Dan nu, Whiscash. Dan moeten we wel even gaan wisselen naar Jaws. Let's go, Jaws. Leveltje 56. Mijn zwakste Pokémon van allemaal. Whiscash level 55. Maar Grass-type moves zijn 4 keer super effective tegen Whiscash. Ik hoop alleen dat ik hem raak. Ik raak hem sowieso. Nou ja, dat weet ik. Ja, ik raak hem sowieso, want hij gebruikt een Berry. En ik sloop hem in 1 keer. Oh, die move is zo sterk. Die is 120 punten sterk. Ja. Hoe zeg je dat? 120 strength points? Ik weet niet hoe je dat noemt. Anyway, never mind. Blade en Gerrit, allebei een level omhoog. Iedereen begint tegen die level 60 aan te lopen, behalve Jaws. En nu moeten we tegen Golem. Oh ja, oké, ground-type Pokémon moeten niet zo'n probleem zijn voor mijn team. Want ik heb natuurlijk echt 3 Pokémon die hier echt super goed tegen zijn. Ik heb natuurlijk ook nog Golduck zitten, die ik helemaal niet gebruikt heb. Stone Edge is wel echt super sterk. Je zag het, mijn Pokémon wordt bijna in 1 keer kapot gemaakt. Ja, en Golem, die heeft wel Sturdy. En dat is wel een probleem, want als hij mij nu nog een keer raakt, dan ben ik down. En ik heb geen zin dat Cardivine down gaat, want die XP, die kunnen we goed gebruiken. Dus ik ga eens even kijken of dit met Donald nog te doen is. Oké. Dat was denk ik een full restore of zo. Maar dat is in principe niet erg, want nu ben ik ook niet geraakt. Dus hopelijk kan ik nu gewoon 2 klappen vangen met Golduck. Oh, lekker. Weer die Sturdy, dat dan weer wel. Oh, Golem gaat voor Earthquake. Ik word er nooit blij van. Earthquake vind ik altijd heftig, man. Maar ik ben wel sneller. Dus ja, nu kunnen we Golem gewoon kapot maken. Waren het niet dat ze weer een full restore gebruikt? Bertha wil niet opgeven. Bertha heeft geen zin om zich erbij neer te leggen. Maar hé, in het Engels zouden ze zeggen, the end is inevitable. Oftewel, het einde is onontkombaar, onontkeerbaar. Eén van de twee. En het einde voor Golem is nu aangebroken. Golem,
is gewoon keihard kapot, jongen. En dit hebben we als team gewoon lekker opgelost, jongen. Hoppakee. Jaws gaat een level omhoog naar 57. Oh, en Bertha heeft er nog één. Oké. Nog een Hippo Down, joh. Ik dacht dat we er al waren. Ik dacht, we zijn al klaar, man. Hippo Down heeft de ability Sandstream. En dat zorgt voor een sandstorm. Ja, maar dan moet je Hippo Down toch eerder gebruiken. Ik snap de logica nog niet helemaal van de Elite Four. Gebruik deze dan als eerst, zodat al mijn Pokémon continu damage krijgen door die sandstorm. Maar ja, Bertha besluit het om Hippo Down als laatste te gebruiken om een of andere onverklaarbare reden. Ik maak hem voor de helft kapot en ik confuse hem ook. En Hippo Down gaat... Ja, die gaat mij toch raken met Earthquake. Ja, en dan is Donald... gewoon kapot. Dit is jammer. Bertha die zegt, hé, kind, denk maar niet dat je al gewonnen hebt. Nou, dat gaan we nog wel eens zien. Want ik heb hier Muddy Water met Gerrit. En dan ben ik heel benieuwd wat dat gaat doen. 1, 2, 3. Ja hoor, Hippo Down is down. De Hippo is down. En volgens mij waren dit ze, toch? Volgens mij waren dit alle Pokémon van Bertha. Ja hoor, we hebben Bertha ook verslagen. Ze zeggen, ah kind, ik moet zeggen, dat was wel indrukwekkend. Jouw Pokémon geloofde in jou en ze hebben hun best gedaan om deze winst te verdienen. Ik heb dan wel verloren, maar ik heb nog steeds een grijns op mijn gezicht. En ze zegt ook nog, jij bent wel bijzonder. Ik vind het leuk hoe jouw Pokémon deze overwinning hebben verdiend door samen te werken. Dat maakt jou zo sterk. Ik denk dat jij zo ver kan komen als dat jij zelf zou willen. We gaan even Donald reviven. En even mijn team weer helemaal healen. Hoppakee. Jaws, jij krijgt een Hyper Potion. Donald krijgt een Hyper Potion. En Gerrit krijgt er ook een. Oké, jongens, dat waren de eerste twee battles bij de Elite Four. Deze gingen nog makkelijk. Ik ben benieuwd hoe de volgende gaan. En als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet een belletje aan. Ah, en dan gaan we weer verder met proberen om Pokémon kampioen te worden. Mazzel!